Verborgen Verlangens is een bijzonder project van de Zorggroep en het Groene Kruis, waarbij kleine wensen worden vervuld. Ryan is bekend met het ziektebeeld autisme. Dus wij sturen mij 2 keer per dag aan om te douchen, zijn medicijnen te nemen, naar het werk te gaan, de bus op tijd te pakken. En voor de rest pakt Brian het allemaal zelfstandig op. Wat verwachten we ervan? Spannend. Wat gaan we allemaal doen? Naar voetballen. Van wie? PSV Feyenoord. En wie vinden wij dat het leukste van? Feyenoord. Okay. We praten heel veel over voetbal. Eigenlijk als je hem ziet gaat het maar over één ding en dat is voetbal. Feyenoord en de wedstrijden, allemaal wat er zich afspeelt. Dus je altijd van op de hoogte en dat, dan kijk je er heel erg naar uit. Shines, that's how it goes in my mind. Don't wake me up. Hi, hi, welkom. Voor wie juist naar dat? Allebei. Allebei. What good is love if you're not here for me? Is zelf nog nooit in een stadion geweest. Dat gaan we vandaag voor het eerst met hem doen. Ook nog voor zijn favoriete club Feyenoord. Dus we hopen dat hij er een fantastische dag van kan maken. Leuk hè? Kom maar, daar gaan we. Zeg even je kaartje laten zien. Hier zit hij. Zoek maar een plekje uit. Maar gewoon juichen als ze scoren. Het gaat er worden. 2-1. Voor wie? Nee. Feyenoord. Ah. Je hebt wel kansen nodig, hè? Oh, man. Ging je wel op in de beleving. Ik zag hem ook echt genieten van het voetbal. En hij was hartstikke gezellig met Brian. Ik kon wel echt aan hem zien dat hij had genoten. Ingetogen juichen bij de doelpunten. Maar hij was er wel blij mee. Ja, ik heb genoten met hem. Kom maar in. Welkom. Ja, keep smiling. Ja, vandaag leeft hij heel erg op. Hij mag vandaag naar het voetballen. En dan doe ik naar zijn favoriete club. En dan zie je gewoon aan Brian dat hij er echt van geniet. En dat doet niet alleen Brian goed, maar dat doet mij ook goed om dat te zien. Dus ik ben blij dat we deze dag hebben kunnen realiseren voor hem. What good is love?